Noordwijk is gewaarschuwd, want DVS won van de 10 thuiswedstrijden er 9 en speelde 1 keer gelijk. Maar daar tegenover staat dat Noordwijk uit ook nog ongeslagen is. Bij de bezoekers keren Maurice van der Neut en Roy Rondeltap terug in het elftal na blessures. Een versterking in de achterhoede en op doel. Westdijk. Van Staveren en dan Asjefaj. Die had hier meer mee moeten doen. Sabir Asjefaj na het doorkoppen van deze Nick van Staveren. Roemeon komt eruit aan de rechterkant. Opgeruimd door Rietveld, die nu als rechtsback geposteerd staat. En Morro haalt uit, maar er is al gefloten, dus gaat dit doelpunt niet door. Een vermeende overtreding van Sufyan Morro, de huurling van IJsselmeervogels. Daar ontsnapt Noordwijk. Hoekschop van Thomas Reinaars. Weggehaald door de Vries en dan moet Asjefaj het oplossen. Maar die doet dat helemaal niet goed. Pilon kan er vandoor. Olivier Pilon, levensgevaarlijk, pijlsnel ook. Maar Rondeltap verricht een belangrijke redding. En Overvliet maakt zich boos op Asjefaj. Want hij bezorgde zijn ploeg daar onnodig problemen. Brukker met de verre inworp. In de laatste 3 wedstrijden van DVS scoorde het in totaal 13 keer. Het is dus oppassen geblazen voor die gevaarlijke voorhoede. Met hier Benjamin Roumanion. Die de bal recht in de handen van Rondeltap schiet. Maar de doelman wordt dus meteen op de proef gesteld. En datzelfde geldt voor Rietveld. Maar hij wordt onheus bejegend. Wel weer een kans voor DVS. Dat in de openingsfase zijn kruid op zak heeft gehouden. Maar inmiddels toch wel los is geschoten. Reinaars. Wendt kop door. Daar is Westdijk. En Epping laat die bal los. Maar DVS komt ermee weg. Het is een open duel in de eerste helft. De wind speelt zijn rol, maar beide ploegen gaan daar op hun eigen manier mee om. Roumeion. Hij is bijna niet van de bal te krijgen. Morro, ruimte om te schieten en dat doet hij ook. Maar opnieuw is Rondeltap de man die een doelpunt in de weg staat. Op de inzet van Sufyan Morro, oudspeler van Utrecht, PEC en Fortuna. En over oud-profs gesproken, Piet Schrijvers, de beer van de meer. Tegenwoordig woonachtig in Ermelo en daarom vaak bij thuiswedstrijden van DVS te bewonderen. Westdijk voorkomt hier dat Noordwijk vlak na rust een tegentreffer te verwerken krijgt. De topscorer van de bezoekende ploeg notabene. Overvliet krijgt die bal niet weg, dus is Roumeion er vandoor, zo lijkt het. Maar Brukker voorkomt dat. DVS houdt wel haast. Tempo blijft in de aanval met Morro. Daar is hij weer. Opnieuw zo'n afstandsschot. Nu hoeft Rondeltap niet in actie te komen. Hij is op zoek naar zijn goal, Sufyan Morro. Pilon met de hoekschop. Veel lange mensen aan beide kanten. Dus is het schaakmat voor beide doelen als het gaat om standaard situaties. Maar hier is de ruimte met Denzel James. Die heeft veel snelheid. En behoudt ook nog eens het overzicht. Op zijn maatje Asjefaj. Ook al een knappe beweging. Sabir Asjefaj. En daar gaat hij. Vraag niet hoe. Met dank aan een DVS'er. Maar de ban is wel gebroken. En het zijn de rood-witte die een voorsprong te pakken hebben. Asjefaj dansend met de bal. En dit schot was natuurlijk houdbaar geweest. Waar het niet dat daar nog een tegenstander aan zit. En dan wordt er innig geknuffeld door Sabir Asjefaj en Denzel James. Die ooit pleintjesvoetbal speelden in Amsterdam-West in hun jeugd. Samen met onder andere ADO-aanvaller Geraldo Becker. Heeft Noordwijk dan de geest gekregen? Asjefaj is nu de aangever. En Van Staveren maakt het af. Nick van Staveren met zijn 10e competitietreffer alweer. En de meegereisde fans vieren dit feestje mee. Credits voor de assist van Asjefaj die nu gescoord heeft en een bal heeft aangegeven. En Van Staveren kan juichen zoals alleen hij dat kan. En heel Noordwijk doet met hem mee. 0-2 en dan zou je zeggen, dan is de race wellicht gelopen. Maar daar is DVS niet van plan om het bij te laten. Pilon is los. Weinig gezien tot nu toe. Olivier Pilon. De man van 21 goals.
En met Barry Powell's breekijzer ingebracht bij DVS moet het dus nog meer chaos op gaan leveren. Pilon zoeken naar Powell. Die vindt hij, Roumeillon. En weer Westdijk die opruimt. Het zegt alles over de opofferingsgezindheid bij de koploper. En hij heeft nu een helpende hand. Roy Rondeltap zelf ook op dreef. Reinaars. Zijn vrije trap mist Venijn. Geen probleem voor Paul Epping. Die loert op een snelle omschakeling. Powell krijgt dan een trap van Overvliet. Die had al geel op zak. En scheidsrechter Smit gaat hem zijn tweede geven. En dus rood. Einde wedstrijd voor Overvliet. Met nog een kwartier op de klok. En dit kan dus wel eens problemen opleveren voor Noordwijk. Derde rode kaart al dit seizoen voor Overvliet. De Vries pompt die bal maar richting de 16 meter. Roumeillon. Weer is daar Rondeltap. En dan is het alsnog raak. Dat is een tegenvaller voor de doelman. Die in eerste instantie weer eens goed redt. Maar ook hier is er geen houden aan omdat er een been aan zit van Brian Brucker. En zo is Roumeillon de man die de spanning terugbrengt in dit duel. Wendt. Noordwijk is druk bezig met tijdrekken. Maar Wendt heeft iets moois in gedachten. Prachtige pirouette en dan laat hij na zichzelf te belonen. Met een treffer. De hardwerkende captain van VV Noordwijk. De man die vorig jaar twee keer kampioen werd in de hoofdklasse met Noordwijk. En op het derde niveau van Amerika. Moro, die de vrije trap nam, gaat dan zelf in de fout. En ook hij heeft al geel gekregen. Dit wordt ook voor hem de tweede. En hij moet dus het veld voortijdig verlaten in de laatste minuut. Dus is het weer 10 tegen 10. En lijkt Noordwijk het nu over de streep te gaan trekken. Het is overleven in blessuretijd. Maar het is gebeurd. Noordwijk slaat zijn slag op bezoek bij DVS 33. Een zwaar bevochten zegen. Maar wel eentje die DVS op 9 punten zet. Dan is het logisch dat er uitbundig wordt gereageerd door de Noordwijkse spelers. En geeft ze ongelijk. Met in het middelpunt van de feestvreugde doelman Roy Rondeltap. Na dit seizoen speelt hij voor Jodan Boys. Nu viert hij een groot feest.